praat je niet met mij? Omdat ik wil een autoriteit aanhalen die precies hetzelfde zegt. Dat men u klaarblijkelijk niet serieus neemt. Lees het dan. Nou moet ik het weer wel voorlezen. Of zal ik heel te man citeren? Als je ergens over begint, maak het dan in godsnaam. Of zal ik heel te man citeren? Ja, nou zal kom je weer met Hilterman. Ja, die vindt u een eerzuchtige, pathologische persoonlijkheid. Dat kan best. En zo zullen er een hele hoop zijn in Nederland die dat vinden. Maar ik vind ook een hele hoop laag, slightly geschift. Maar dat is toch geen basis voor een conversatie tussen een more or less met een Nederlands televisiepubliek die daar naar die onzin moet gaan zitten luisteren. Ik wil u serieus nemen in mijn programma. Nou, ik had dat gehoopt. Dus wil ik u ook het vuur min of meer aan de schenen leggen. Ja, maar dat moet je niet zo doen, hè. Dan moet je toch van andere huizen komen. Ja, dat kunnen Want, we natuurlijk. Want als je dit op zo'n onaangename manier gaat doen, dan moet je toch bij een ander aan. Dan kunnen we beter hier een streep onder zetten. We gaan gewoon nog even dapper door. Waar staat u politiek? Dat gaat niemand een flikker aan. Maar u heeft dus gezegd in een Humo-interview, als ik zo vrij mag zijn dat te citeren. Ik geloof niet in politieke partijen, ik vind het allemaal bullshit. Ja, wat we moeten hebben, ook in Amerika, is een eenpartijsysteem. Nou, ik weet niet wanneer ik dat gezegd 76. heb. En als ik dat zo gezegd heb, ben ik het daar niet mee eens. Maar ik geloof. Nee. Ik heb niet gezegd, net als in Amerika, een eenpartijsysteem, want dan heb je weer verkeerd opgeschreven. Nee, dat staat er ook niet. Oh, een tweepartijsysteem. Nee, wat we moeten hebben, ook in Amerika. Nee, daar heeft het verkeerd over genomen. Wat ik gezegd heb is, we zouden net als in Amerika, want in Amerika is geen eenpartijsysteem, het is een tweepartijsysteem. Maar in Rusland is wel een eenpartijsysteem. Ja, maar nou haal je de Rusland bij. Ik vind het best. Nee, maar ik dacht misschien. Laten we even afmaken. Nee, maar ik dacht, meneer Oltmans, ik ben heel helder. Ik ben nergens op uit. Ik wil alleen eens vragen. Ik dacht, u die zo vaak komt in Rusland, vindt dat misschien een prima systeem? Dat is de vraag. Een prima systeem. Maak nou eens af, behoorlijk, dat ik misschien gezegd heb, nou, we zouden een tweepartijen, want deze 18 partijen die we nou hebben, is natuurlijk de risée van Europa. Maar als u in het stemhokje staat? Ik heb nog nooit gestemd, want ik woon hier niet. U bent ingezeten? In de Verenigde Staten. Dus ik heb nog nooit in mijn leven gestemd en ik zou het ook beslist nooit doen. Terwijl dat nou werkelijke manier is. Ik geloof namelijk dat een journalist geen politieke partij moet aanhangen. Daar ben ik zeer tegen. Ja, maar ik vind het. Ik vind een journalist moet niet schrijven voor het Parool of voor de Volkskrant. Ik vind een journalist hoort onpartijdig niets met politieke partijen te maken. Maar u vindt wel dat een journalist zich moet laten betalen door regeringen om boeken te schrijven die bijvoorbeeld hun standpunt verduidelijken? Zit je nou iets te insinueren? Nee, ik vraag iets. Ik insinueer. Maar welke wat bedoel je met journalisten die zich door de regering laten betalen? Neem bijvoorbeeld het boek over Arbatov. Dat heeft u toch min of meer in duidelijke afspraak met de Russen gemaakt? Dat was toch voor hen ook interessant om de mening van Arbatov hier in het Westen te zien? Oké, wat voor afspraak heb ik met de Russen gemaakt over dat boek? Waren de Russen niet geïnteresseerd in het feit dat nee, dat boek... Nee, want ik heb er 10 jaar over... Hebben ze u niet uitgenodigd? Hebben ze u niet vliegtickets absoluut gegeven? Absoluut niet. Ik heb nog nooit een vliegticket van Arbatov gehad in mijn hele leven niet. En ze waren er zelfs... Ik heb 10 jaar moeten zeuren bij Arbatov om dat boek erdoor te krijgen. En toen kreeg hij een hartaanval in 1980. Toen moest hij weer een jaar wachten. Het is pas in 81 uitgekomen. Zie je, ik weet niet wat je van plan bent om hier te doen, maar ik zou het hele gevalletje schrappen. Want het is geklets in de ruimte. Je komt met dingen aan, ik weet niet wat je redactie in godsnaam van plan was om te doen. Dingen op redacties af te schuiven. Ik volg u al jaren op de voet. Nou, dat zou je niet zeggen. Want dan zou je me zeker niet vragen wat ik denk van het Sovjet-systeem. Want dat heb ik je vaak genoeg verteld. En dan hoef je dat niet hier op zo'n manier te doen, alsof je insinueert dat ik afspraken door regeringen betaald. Adriaan, je zit er volkomen naast. Ik weet niet, als je me dit gezegd had, had ik nooit een stap in je richting gezet. Want ik heb hier geen enkele behoefte aan om met jou op de televisie een keer te krijgen over... Wat een smerige manier van ondervragen tussen twee haakjes. Wat smerig. Ik vraag op geen enkele manier iets anders. Heel smerig is het. En ik hoop dat ze dit eens een keer uitzenden. Ja, ik hoop het ook. Dat is een hele valse, smerige manier om te zeggen, door boeken te schrijven die door regeringen werden betaald. Ik die nog nooit, zelfs van Sukarno, geen cent ooit had ik het maar gedaan, denk ik wel eens achteraf.
Want ik had ik weet niet wat van hem kunnen krijgen. Ik heb nooit een cent van iemand aangenomen naar durf. Zit jij in zulke smerige insinuatie? Club van Rome. Met al uw inzet. Is dat ook een politieke inzet? Heeft u betaald om boeken te maken? Nooit. Geen cent. Ooit. Denk je dat? Zeg, misschien werk jij zo. En zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten. Ik heb nog nooit een cent van iemand gehad om een boek te schrijven. Ook niet voor mijn dagboek, ook niet voor Bouters, ook voor niemand. En wie dat zegt, gaat onmiddellijk kort geding. Goed. We beginnen bij jou. Dan zien we elkaar voor de rechter. Meneer Oldmans, ik dank u voor dit gesprek. Geheel tot je dienst, ja. Maar ik zou het gauw schrappen. Ja, dank u wel. Mag ik dat niet? My fortunes are made for the sun when it shines, finds us both in the shade. Yeah, I think. We're always on the edge of time, yeah. But we'll keep on trying until we win. For we know someday we're going to be on the inside instead of the outside, always looking in.